van der Plas is een van Katwijk's bekendste kunstschilders. Zijn impressionistische werk roept een sfeer op van plezier, zorgeloosheid en ontspanning. Van der Plas is veel buiten. Hij houdt van het ruimtelijke, van het strand en de zee. En van het landschappelijke, van de polders. Zijn belangrijkste plek is natuurlijk zijn atelier. Maar ook plekken als het strand en de duinen. Met name het Vlaggenduin. Maar we gaan eerst naar de plek waar hij opgroeide, aan de Laan van Nieuw-Zuid. Dus hier ben je getogen? Getogen, zeg maar, vanaf 1955. 55? Ja. En want je bent geboren in Leiden? Leiden. In het ziekenhuis, academisch? Academisch ziekenhuis, zoals het toen nog heette. En op de tweede dag van je leven ging je dan hier naartoe? Nee, eerst nog een tijdje in de Schoolstraat gewoond. Oh, oké. Daar woonden mijn vader en moeder met een broer van mijn vader en een schoonzuster samen in één huis. Ja. Maar dat werd weldra te klein. Dus ik kwam binnen een jaar, of iets ruimer dan een jaar, kwam er nog een jongen bij. Was dat naast de rokerij van... Nee, dat was meer naar de Parklaan kant. Oh, oké. Okay. Oh, die kant. Ja, ja, dus het werd toch te klein. En toen hebben ze besloten om een huis te kopen hier op de Laan van Nieuw-Zuid. Mijn oom Dirk, die woonde in het volgende blok. En mijn vader en moeder kwamen hier terecht. Ja, ja. Dus ja, dit bovenhuis, zeg maar. Een marjonette. Marjonette. En dat was toen een huis met dacht, 4 slaapkamers. Maar mijn vader ging het dus verbouwen boven, omdat hij het dan ook kon verhuren. En dat iedereen verhuurde toen om een centje bij te verdienen. Ja. En waar zat jij dan te tekenen? Want je ja, boven en ook beneden. Want zomers hadden we gasten hier op de middelste etage. Woonden we met z'n allen boven. En 's winters woonden we dan hier en hadden we boven weer een huurde. Dus in de beginjaren, dus ik heb in het hele huis eigenlijk getekend en geschilderd. Keukentafel op je eigen, op je kamertje. Je kan het zo gek niet benoemen, mijn eigen kamertje. Hey, en ben je dan nu automatisch Quick Boys fan? Dat is onmiskenbaar. Hè, dat je een blauw-wit gevoel gaat krijgen. Ja. Als je aan de Laan van Nieuw-Zuid opgroeit, Adrie. Ja. 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 En ik heb er zelf ook jaren gevoetbald. We lopen langs de plek waar Niek als kind vaak speelde. Toen was het Salem er nog niet, toen ik jong was. Dat is er pas later gekomen. Dit was allemaal bos en nog steeds hoor. Ja. En hier had je... Overduin was er ook nog niet, maar hier had je een voetbalveld. Voetbalveld. Daar waren we altijd op het voetballen. Er was zelfs nog een verkleedhokje. Dus met de hele buurt, met de hele omgeving waren we hier altijd aan het voetballen. Het is nu nog steeds een voetbalveld. Ja, het is nou heel mooi geworden. Ja, lopen we even er naartoe? Ja. Kijk, ik weet ook dat mijn broers hier gewoon op het gras met de kluiten klei. Ja, bulten nu is het en echt modder en het is nu een prachtig veld geworden. Ja. Maar dit parkje, dat is er ook al een hele tijd. Ja. Want, ja. Ja. Dus hier heb jij ook herinneringen liggen. Heel veel herinneringen. Ja, ja, je hebt het mooiste gebied vlak voor de deur natuurlijk. Natuurlijk, ik woon aan de rand van Katwijk in de duinen voor je, het strand vlakbij. En ook toen de tijd had je zeg maar de schijven zoals wij dat noemden. De schijven, daar waren de soldaten aan het oefenen met schieten. Dat waren die rieten ballen die ja, die bal die hezen ze op. Als die opgehezen was, dan waren ze aan het schieten. Dat hoorde je ook wel, hè? Ja, dat hoorde je natuurlijk schieten. En dan gingen wij later, als die gasten weer naar de kazerne waren, gingen we hulzen zoeken en ook kogels zoeken. Ja. Met een plankje in die schijven, die kogels eruit halen. En die ging je dan weer smelten en dan had je lood. En dat ging je naar van Leeuwen brengen en dan kreeg je een percent ervoor. Ja. Dus, hey, en ging je dan hier in je jeugd al zitten tekenen hier in de buitenlucht? Ik was toen nog niet buiten aan het tekenen. Ik was meer... in huis. Ja, ik had ja. voorbeeldjes, zeg maar. Ik ben begonnen met, we waren geabonneerd op de Donald Duck. Dus ik ging die Donald Duckjes tekenen. Oh. En steeds meer ging ik tekenen. En het ging me wel goed af eigenlijk. Ja. En daarna ben ik iets losser gaan tekenen van wat ik zag, zeg maar. Ja, ja. In de natuur of ergens anders. We
Wat betekent deze plek? Ja, maar goed, dit is de plek, zeg maar, dit duingebied. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Hier liggen mijn roots. Ja. De schijven, zeg maar, waar vroeger die soldaten aan het schieten waren. Kogels zoeken, hulzen zoeken. En braam zoeken. Van alles. En kom je dan vaak op deze plek terug? Hoe vaak? Ja, met enige regelmaat. Want ik vind het eigenlijk een prachtig zicht op Katwijk zelf. Met de zee op de achtergrond. En de duinen hier op de voorgrond. Ja. Het is wel veel veranderd in de loop der tijd. Ja, de bebouwing zeker. Het Zeospitium terrein, zeg maar, wat behoorlijk volgebouwd gaat worden. En al is eigenlijk. Nou ja, het voetbalveld, dat zie je ook nog net daar. Nieuwe tribune. Nou ja, goed, ik heb er ook jaren gevoetbald. Je ziet nog net een stukje met die witte balkons van de Lavenue Zuid. Nou ja, goed, daar zijn we dan net geweest. Daar ben ik dan opgegroeid. Ja. Dus met het Salem, wat nu leeg staat, kreeg ook weer een andere bestemming. En dan die markeringspunten, Nieuwekerk, Oudekerk, vuurtoren. Ja, heel duidelijk herkenbaar, vuurtoren. Ja. Als die weg zouden zijn, die punten. Ja, dan klopt het niet meer. Dat klopt het niet meer. Dat klopt het niet meer aan. Kijk je ook nog wel eens naar de andere kant? Ja, zeker. Ja, Katwijk aan de Rijn. Katwijk binnen. Ja, kijk, nou ja, goed, de Zanderij. Kijk maar, huizen. Ja, staat ook vol. Ja. Ik bedoel, ja, wat dat betreft wordt alles volgebouwd. Alles, maar we zitten ook helemaal vastgeklonderd. Het is Katwijk, het is Valkenburg, het is Rijnsburg, het is Oesgeest, het is Leiden. Het is één groot woongebied geworden. Ja, een conglomeraat. Conglomeraat, ja, dat is een mooi woord, Adrie. Krijg jij hier inspiratie om te schilderen? Nou ja, kijk, die vergezichten, dat vind ik. En ik heb hier ook een schilderij van gemaakt in het verleden. Meerdere. Van dit zicht, zeg maar, en dan het zicht naar de zee toe. Want dat trekt mij toch nog altijd het meeste aan. Toch ben je nooit gaan varen? Wel met een zeilbootje en een motorbootje. Maar nooit een behoefte gevoeld? Nee, heb ik niet gehad. Nee. Dus, geen visserij of koopvaardij? Nee, ik vond die verhalen altijd wel mooi. Maar in jouw werk speelt water wel een belangrijke rol. Altijd bij water. Ja, maar dat heeft ook te maken omdat je ziet er altijd heel veel beweging in. De licht valt erop, de weerspiegeling, dus dat trekt mij sowieso aan. Ja. Of het nou de zee is of het Kagerplassen of iets dergelijks. Ik vind dat prachtig. De Seine. De Seine onder andere. Ja. Venetië, Canal Grande. Dus ja. Dat blijft altijd een rol spelen. Ja. Maar dit is dan de belangrijkste water. Ja, dit vind ik wel. Ja, kijk, weet je, ik ben op veel plekken geweest in de wereld. En daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat allemaal mee heb mogen maken. Maar als ik terug ben in Katwijk en ik zie dit weer, dan ben ik weer helemaal op mijn plekje. Altijd weer terug naar je roots. Ja, zeker. Nooit de behoefte gehad dus om elders te gaan wonen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik voel me hier thuis. Ja. Ik vind het prettig hier. Alles vind ik hier. Nou, ik zie jou ook nog wel op een zolderkamertje in Parijs knutselen, in gedachten. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. De kunstenaar. Je hebt allemaal wel eens. Je hebt allemaal wel eens ideeën en dingen, maar daar is het niet van gekomen. Nee. Weet je, je hebt ook bepaalde banden met mensen en die laat je dan ook niet zomaar achter, weet je. Ja, dat ontdek je dan in de loop van je leven. Tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat toen je jong was, dat je wel eens dat idee had van. Ik ga het maken in Parijs. Of... Nou, ja. Ja, wel over nagedacht. Van alles loslaten. En dan maar zien maar het schipstrand. Maar weet je, dat is toch een beetje het behoudende denk in mij dat ik dat toch niet gedaan heb. En daar heb ik ook helemaal geen spijt van. Nee. Want alles is op zijn plekje terechtgekomen, moet ik zeggen. Ja, dus, ja. Het is goed zo. Je hebt nooit officieel de academie gedaan, hè? Nee. Je bent een autodidact, dus je hebt het jezelf
Aangeleerd. Aangeleerd en ja. Je hebt in contact met andere kunstenaars. Nog ineens zo. Heb je dat niet nodig of zeg je van dat is zo het is geloof. Misschien wel beter. Dat gaat het allemaal misschien wat sneller. Maar ik heb het allemaal zelf ondervonden om zo maar te zeggen. Maar wel veel kijken. Ook naar musea. Naar tentoonstellingen. En dan in de natuur kijken hoe iets... hoe het licht valt op iets. En, als een soort Rembrandt, kijken hoe het licht valt. Ja, dat is wel een vergelijkaardig eigenlijk. Nou, nee, dus, maar, we hebben het nou over Rembrandt, maar jouw werk kan je omschrijven als impressionistisch. Ja, impressionistisch. Dat is de manier zoals ik schilder. En dat is eigenlijk een vorm die is ontstaan in Frankrijk. Kijk, en dan Monet is daar ook, niet een voorloper, maar goed, een van degenen die impressionisme dat was een nieuw iets in L'impression. L'impression, ja. Zo heet het schilderij. Ja, dat vind ik een prachtige stijl, die past ook... bij hoe ik ben. Is weet die stijl wel? Tijdloos? Want je zou zeggen, die periode hebben we gehad. Daarna die is nog steeds actueel hoor, moet ik zeggen. Door alle tijden heen, alle decennia. Het is toch een leuke, vrolijke, lichte manier van schilderen die nog steeds mensen aantrekt. Het is heel mooi de suggestie. Die kijk van dichtbij zie je allemaal vlekken en toetsen, maar als je er verder vanaf gaat staan, of gaat bekijken, dan zie je het. Ik zag bijvoorbeeld van jou een schilderij over het plein. Dan denk ik, dat is... Ja, dan zie je inderdaad die lichtval tussen dat gebladerd. Ja. Dat deed me denken aan Lieberman. Ja. Oh ja. Die Duitser. Ja. Die heeft ook... Die heeft hier ook in deze omgeving geschilderd. Ja, Noordwijk, Kat. Ja. Als je het over kunstenaars hebt, heb je dan iemand die als groot voorbeeld zag, want ik ben nu... Ja, wel de Franse impressionisme en dan Monet toch wel degene waar ik dan het meeste... Ja. Niet zozeer Van Gogh, want dat is dan meer, dat is toch weer wat expressionistisch. Ja, dat is het. Dat is het ook. Ja. Wel heel bijzonder natuurlijk. Maar die man was op zichzelf al bijzonder. Ja. Qua geestesgesteldheid, en anders kan je niet dit soort dingen maken. Nee. Maar het is niet zo, want die voegde natuurlijk dingen toe aan de realiteit. Ja. Dat doe jij niet echt. Nee. Jij neemt de realiteit zoals die is, maar dan op jouw... Op mijn manier dan. Op een impressionistische manier. Ja. Impressionistische manier zoals ik dat voel. En, je bewondert dan Monet? Ja, dat vind ik toch wel Manet, een hele Renoir, groep. Ja, diezelfde groep. En iemand als Isaac Israels in Nederland? Ja, ook een impressionist. Heel breed, heel grof, grote kwasten en raak. Ja, weet je, dat is prachtig. Opzetten, snel ook. En snel, een half uur schilderij, klaar. Ja. Terwijl zijn vader, Jozef. Dat was een heel gedegen, ambachtelijke schilder. Prachtige schilderijen gemaakt. Hoor. De Rembrandt van de 19e eeuw. Zeker. Prachtig mooi, maar dan had Isaac allemaal, hij is wel begonnen heel realistisch, natuurlijk opleiding gehad en dan moest je academisch werken. En dan, hè, maar die heeft dat losgelaten, die is op reis gegaan en dat is nog prachtig om te zien. Als je ziet wat hij met een paar losse streken neerzet, met zo'n kwast, dat vind ik geweldig. Ja, ja. En dan lekker op straat zitten, midden in Amsterdam. Ja, of op de pier in Scheveningen. Den Haag heeft hij ook veel gewerkt. Kunnen we jou wel eens hier in Katwijk op straat zien zitten? Wel, niet. Dat trekt mij niet aan, nee. Dat kijken op je werk en vragen, ik raak afgeleid. Oh ja, ik maak studies, wel buiten, dat zijn vlotte schetsen en die werk ik thuis in mijn atelier uit. Ja, ja. Dat is mijn manier van werken. Okay. In dat boek zie je daar wel een paar voorbeelden van. Foto's? Mag je gebruiken als ondersteuning, maar je moet eigenlijk wel van je schets uitgaan. Want een foto vertekent toch ook weer het beeld. Zo je met het menselijk oog kijkt, zeg maar, vertekent een foto toch wel iets. Dus let maar eens op. Ja, als je een schetsje maakt. Dus je ziet het zelf, zie je het anders dan op een foto. Ja.
rechter op een foto? Ja, nee, maar het vertekent, het perspectief vertekent een beeldje, een beetje op een foto. Ja, precies. Ja. Let maar op, dat is altijd een vertekend, niet helemaal de werkelijkheid. Nou, die probeer ik dus wel in een schets na te bootsen of na te tekenen. Maar er nooit en het Prins Hendrikkanaal, is dat niet een mooie plek? Water, Kattek? Dat heb ik ook geschilderd. Logisch. Oh, dat heb ik ook geschilderd. Maar niet in deze vorm zo die nu is. Weet je wel, met al die gebouwen die daar... Maar wel toen achter, die loggertjes er lagen. Daar heb ik ook nog een schilderijtje. Die staat niet in het laatste boek, maar wel in een ander boek. Je, dus, noemt gebouwen. Had jij niet in het oude Kattek willen leven met die mooie vissershuisjes? Ja. Die bomskuitjes op strand. Ja. Maar wat denk je van die mooie paviljoens aan de boulevard? Met die houten balustrades en noem maar op. Dat was toch schitterend mooi. Ja. Totdat die oorlog kwam. Ja. Toen moest daar een muur komen. Maar na de oorlog hebben de Kattekers het zelf verder afgemaakt. Ja, toen kreeg je die herbouwplicht, of hoe noem je dat ook alweer. Ja. In ieder geval, daar is de huidige boulevard uit ontstaan. En ik moet zeggen, ja, wij hebben nog een vrij authentieke boulevard ten opzichte van andere badplaatsen. Kijk maar naar Noordwijk, kijk maar naar Scheveningen. Ja. Maar ja, goed, er staan toch ook wel een paar aardige gebouwtjes al tussen. En zeker aan het eind van de boulevard, aan de zuidkant, daar is het nu toch aardig volgebouwd met behoorlijk hoge gebouwen. Ik zie nou ineens die panorama's voor je die je gemaakt. Katwijk, Noordwijk in de verte. Ja. Dat blijft wel een mooi beeld, toch? Ja, maar toch vind ik het beeld van Katwijk, zo het altijd geweest is, hè, zonder de duin in dijk, zeg maar, wat er allemaal gebeurd is, vind ik toch een totaal ander gebeuren. Het is prachtig, hoor. De parkeergarage eronder, het looppad erboven, het is allemaal geweldig mooi. Maar de skyline is totaal, maar dan ook totaal veranderd. Ja. Als je op het strand staat, dan zie je de bebouwing nog wel, maar ja, die zit dan toch half achter een soort duin, zeg maar. Ja. Dat is de duin in dijk. Ook de kerk, zeg maar, zie je, de oude kerk zie je ook wat minder. Dat vind je toch niet zo mooi of zo? Zoals nee, eigenlijk vind ik die authentieke vind ik eigenlijk veel mooier. Buiten het feit, Adrie, dat de bouwsels op het strand, met alle respect, want iedereen die wil ondernemen en het is ook wel goed voor de Katwijkse economie. Maar, ja, er staat al wat op het strand nu, hoor. Het jaar rond. Ja. Hè, ik bedoel, het wordt nooit meer rustig. Voorheen had je dat september gingen de strandtenten werden afgebroken. Die werden in de opslag gelegd en het strand was leeg. Er stond niks meer op. Dus dat beeld, dat vond ik een echt... Dat zijn veranderingen, hè? Ja, als veranderingen. Als je ouder wordt, dan ja, dat soort veranderingen... Tuurlijk, maar je houdt dat niet tegen en dat wil ik ook niet. Nee, ik ga ook niet vertellen dat... Dit is prachtig, hoor, wat er allemaal staat. Ik bedoel, we hebben strandhuisjes en ik en iedereen in de logeren. Maar vroeger was het rustiger. Rustiger. Dus vroeger in december, januari... Ja, nou ja, maar goed, september gingen ze afbreken, de strandtenthouders, en dan was het stil. Ja. Tot het andere jaar, februari, maart. Ja. Dan zag je helemaal geen... Niks op strand. Nee. Leeg. Zijn werk is ook te zien in het boek dat enkele jaren geleden verscheen. Een boek van de hand van Theo Sanders.
Wie is dat en wat betekent die voor je? Ja, die betekent heel veel voor mij, nog steeds. Eigenlijk is die mij een beetje op het spoor gekomen. Die had van mijn schilderijen gezien en hij zag daar toch wel wat meer in dan dat ik eigenlijk dacht. Waar kwam die vandaan? Uit Rijnsburg. Dicht bij huis dus? Ja, goed, geboren in Leiden, maar later verhuisd in Rijnsburg. Op mijn pad gekomen. En ja, die zei van, joh, er zit eigenlijk nog veel meer in jou als schilder. Wat hebben we het over welk jaar? Dat is, even kijken, dat is 30 jaar geleden. Ik denk dat dat 80, 81 zo'n beetje was. En, maar ja, hij zegt, dan moet je er ook meer aan gaan doen. Maar ja, goed, ik had nog een baan en ik deed dit eigenlijk meer in mijn vrije tijd. Ja. Altijd er wel mee bezig, moet ik wel erbij zeggen. Maar ja, dingen gaan zoals ze gaan. En op een gegeven moment ben ik fulltime schilder geworden. Mooi. En, meneer Sanders had destijds ook al contacten in Amerika. We hadden een vriend van hem, die zat ook in de kunstwereld. En die wilde ook wel wat promoten daar. Ja, en van het een kwam het ander. En voordat ik het wist, kwam ik er zelf in Amerika. Werden daar beurzen georganiseerd en ook tentoonstellingen georganiseerd van mijn werk. Dus in feite heb ik heel veel te danken aan Theo Sanders. Ja, het is een soort, ja, hoe zou je het zeggen, een pleitbezorger van je? Ja, nou ja, goed, iemand die mijn werk gepromoot heeft. Ja. En, maar daarbuiten een vriend ook. Ja. Kunstvriend. En door Theo Sanders en die man in Amerika is het nu zo dat er misschien wel een paar tientallen of honderden Amerikanen met een schilderij van jou thuis zitten. Ja, dat klopt wel, Adrie. Dat klinkt heel gek, maar... Dus Kattek hangt daar aan de muur. Hangt aan de muur, zelfs de oude kerk. Hè, want ze vonden dat altijd heel bijzonder, dat een white shirt on the beach... Weet je wel, ja, het is waar. Ja. Totdat er op een gegeven moment een Amerikaanse kunsthandelaar naar Nederland kwam. En die bracht een bezoek bij Theo Sanders. En die wilde ook graag, nou toch eens in het echt, die kerk zien. Die white shirts on the beach. Nou goed, ik werd hier opgehaald van, joh, kom er ook bij, want hij wil het nu gaan zien. Nou, hij wist niet wat hij zag. Het was dus echt waar. Hij had er een schilderij van in Amerika. En hij stond zo, het is true, weet je wat? It's true. Dat verhaal. Ik zie die man nog zo kijken. Maar dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen die je dan beleeft. Ja, dat zo'n man uiteindelijk uit Amerika hier komt. Geweldig. En dan het schilderij ziet in het echt wat ik dus geschilderd heb, wat hij thuis heeft hangen. Jij bent er ook vaak geweest, hè? Ja. Je hebt er ook vaak zitten schilderen, ja. Vooral Florida. Ja, Florida. Voornamelijk Florida. Door die man die daar woont? Ja, ja. Miami, ja. Ja, ja, mooi hoor. En dan gingen we altijd januari, februari naartoe voor mooiste een paar tijd. Weken. Ja, dan was hier toch niet veel dan leven. En qua weer zeker niet. Het was grijs en grauw en daar, het is altijd prachtig weer om die tijd. Ja. Dus ik heb daar... met beurzen samengewerkt, ook tentoonstellingen en noem het maar op. En er zijn ook nog wel bekende Amerikanen die van jou hebben gewerkt. Ja, zeer bekende, maar ik ga dan niet namen... Nou, nee, niet joh. Maar is het belangrijk? Want ik vind het net zo belangrijk dat iemand... Nou, het maakt je wel als kunstenaar ook belangrijker, denk ik. Dat zal ongetwijfeld dat wel het geval zijn. Dat is geweest, toch? Met kunstenaar? Ja, dat is ongetwijfeld het geval, maar ik ben net zo blij dat iemand in Katwijk of waar dan ook in Nederland een schilderijtje van mij in de muur ophangen dan een bekende filmster in dit geval. Nee. Er zijn er meerdere. Filmsterren zelf? Ja, die mensen hebben ook meerdere huizen. En het werkt even anders, eventjes anders als hier, want ze hebben meestal een decorator in dienst en die richt de huizen in. Van de sterren. Decorator. Dus ze hebben niet echt zelf stem in? Nee, niet zo. Want wat voor zo. Soort schilderijen kopen ze dan bijvoorbeeld? Ja, van alles. Ja, meestrand. Ja. Meestrand. Ja. Ja. Dus, maar natuurlijk wel prettig dat zoiets gebeurt. Dat is zeker prettig. Dat, Je hoeft geen huizen meer te gaan verven. Nee. Dat heb ik altijd vroeger wel gedaan. Ja, is en, ook een mooi vak. Blijft een mooi vak.
Maar dit is wat creatiever. Ja, hier zit even meer diepte in. En dit blijf je natuurlijk doen. Zolang je kan, je ogen, je handen, je hersenen goed blijven, dan blijf je dit doen. La Bohème, La Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, La Bohème. Ik zie daar behoefte aan. Door de golven en de stilte valt alles van me af. Ja, heeft dat ook iets voor je gezondheid te betekenen? Ja, kijk, ik heb wel een bepaald ritme van leven, moet ik zeggen, al jaren. En ik vind het belangrijk dat ik, ik wandel regelmatig. Ik probeer elke dag toch wel een wandeling te maken richting Wassenaarse Slag en weer terug. 10.000 stappen die je moet zetten. Het zou er iets meer kunnen zijn, maar goed voor het lichaam en geest. Dat hoor je nu eigenlijk elke week of lees je dat, maar dat is eigenlijk, dat wist ik al lang al, dat dat gewoon lekker is. Want je bent gemaakt, zeg maar, om te bewegen. Om te bewegen, niet dus te bewegen. Dat probeer ik dan elke dag, als ik kan, te doen. Nee, maar ik bedoel ook het werk op zich, het werken, het creatief uiten met verf, zou ik maar zeggen. Dat werkt ook op lichaam en geest. Ja, daarom, maar kijk, tijdens die wandelingen... Doe je inspiratie? Dat denk ik na over dingen. En dan ontwikkelt zich al iets in mijn hersenen wat ik later op doek of op paneel gaat uitbeelden. Ja. Dus het proces begint niet hier, is al begonnen. Oh, dat denk je kunstzinnig? Ja. Ja. Niet filosofisch? Nee. Waarom zijn wij hier op aard? Maar gewoon... Nou ja, goed. Die vraag kun je je eigen ook stellen natuurlijk. Doe je ook waarom we zijn natuurlijk. Daar denk je ook over na. En zeker nu in deze tijd waar we in leven. Anders is het toch even anders geworden. En mogelijk... blijft dat ook wel iets anders dan dat het daarvoor was. Ja. Maar goed, dat is ook een tijdsbeeld die ook weer voorbij gaat en verandert. En, maar is er dan een moment dat je op strand loopt dat je denkt van, dat ga ik nu schilderen, dat heb ik nog nooit gedaan, dat ga ik nu doen. Ja, op strand schiet eigenlijk met die wandelingen, schiet alles in mijn hoofd. Ja, ja. Dat gaat als een... draaimolen er rond in en op een gegeven moment vallen er dingetjes uit en die pik ik op en daar ga ik mee aan de slag. En is het dan soms jammer dat je moet wachten, stel je voor je hebt een verjaardag van je zoon, weet ik veel, of je moet eerst nog naar dat feest of je moet eerst daar nog naartoe, dat je denkt ik wil nu beginnen. Ja, nou ja, dat je het moet uitstellen. Ja, dat komt wel eens voor, gelukkig niet al te vaak, want ik neem daar altijd wel zeg maar tijd voor. En dat ik dan ook een opzet kan maken om mijn idee, zeg maar, of wat ik wil gaan schilderen, alvast op te zetten. Ja, dus, maar goed, als ik lekker bezig ben, hier in mijn eigen bubbel, om het maar zo te zeggen, dan word ik het liefst niet gestoord. Nee. Dat begrijp je wel. Nee, precies. Heb jij denk ik ook als schrijver, Adrie. Als je schrijft, als je bezig bent, dan wil je niet te veel verstoringen hebben. Nee, dan moet je ook rust hebben. Want je bent ergens mee bezig en dan wil je op door en dan komt er een telefoontje. Weet je? Ja, dat is vervelend. Ja. Dat werkt niet. Dan ben ik ook niet nieuwsgierig. Het werkt verstoring. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat gaat voor. Verstaan we elkaar wel. Hey, ik zie daar die stok. Ja. Waar is die stok? Die stok speelt een rol. Dat speelt bij... bijna alle schilders een rol, en ik zal het even uitleggen, deze stok, die gebruik je als jij voor een doek of een paneel zit en je wil wat details aanbrengen, dan leg je hier je hand op. En dan is die hand, die blijft rustig. Ja. Als je dat nou zo gaat doen, dan ga je misschien toch wat beven, plus je hand komt op het natte werk terecht. En hier... zit je er lekker vanaf zo. Oh ja, maar je kan ook niet te hard leunen, want dan duw je het ezeltje omver. Nee, dat doe je niet. Nee. Je hoeft ook niet hard te drukken met een penseel. Nee, maar ik bedoel je hand op echt gewoon zo. Volle kracht laten rusten. Nee, zo. Oh ja, dat is mooi, ja. Het is heel simpel, toevallig een oude bemenstok. Nee, hij zit al helemaal onder de verf, hij is kapot. Maar het functioneert nog steeds.
Dus zo gaat dat dan, als je details aan wil brengen. Ja. Dus dat is het verhaal. Schets jij eerst het geheel? Ja. En dan ga je gedetailleerder. Eerst met een houtschooltje de schets, zeg maar, van het geheel. En daarna ga je het invullen, zeg maar, en die ga ik dan opzetten, dun, met olieverf. En daarop ga ik bouwen. En op sommige plekken zie je de transparantie nog, dan zie je bijna het paneel er doorheen. En andere zitten lekker vol erop gewerkt. Dus op een gegeven moment is het klaar, dan ga ik er vanaf. Ja, mooi. Ik zie, dat is het Katwijkse strand, hè? Ja. Dat is onnoemelijk veel keren geschilderd. Ja. Hè? In de Haagse school al begonnen. Ja. Nee, daarvoor al zelfs. Rond 1900 maar, waren hier... Wat is volgens jou dan de aantrekkingskracht van Katwijk? Ja, maar toch de zee. De zee. Die ook bij Scheveningen. Daar zaten ook heel veel schilders in Scheveningen. Maar Katwijk heeft een bepaalde plek. Heb ik wel eens. Ja, kijk, Scheveningen werd al gauw wat mondain. Ja. Voor schilders. Dus ze zochten toch meer het vissersvolk. Het oorspronkelijke. Dan kwamen ze hier terecht. Rond 1900. Ik geloof dat er 300 of 400 schilders de revue gepasseerd zijn hier in die jaren. Ja, en nog? En het is nog steeds is dit een plek waar schilders graag... elke zomer hebben hier natuurlijk het schildersfestival. Of in ieder geval, er is een... Maar is het de eenvoud? Is het de gemoedelijkheid? Wat is het precies? Dat durf ik niet te zeggen, Adrie, wat die mensen nou precies aantrekt. Want het is sowieso al... het strand, de zee, het blijft altijd inspireren. En daarachter heb je de duinen natuurlijk, maar ook schilders zitten. Ja. Dus of het de gemoedelijkheid is, dat weet ik niet hoor. Als het hier Want zo pittoresk is het nou ook weer niet. Nee, helemaal niet. En als het hoogzomer is, het is hier helemaal stijf vol met mensen. Die stranden zitten, dan kan je over de kopjes heen lopen. En ik weet niet of dat dan echt gemoedelijk is. Dan kan je beter naar het strand toe gaan, een beetje meer in het noorden van Nederland. Of dat je een plek zoekt tussen Katwijk en Wassenaar. Het stille strand, maar dan kan je allemaal blote mensen. Dan kan je allemaal blote mensen. Ja, inderdaad, er is iets. Op het naaktstrand. Ja. Ja. Dus, maar het blijft altijd zijn aantrekkingskracht houden. Heb jij nou nooit eens de neiging om te... je houdt je altijd aan het impressionistische werk. Ja. Ja. Nooit te denken, ik ga nou eens expressionistisch of cubistisch. Ja, zeker heb ik dat. Heb ik ook. Daar experimenteer ik ook in. Dat is gewoon belangrijk voor je ontwikkeling. Ja, om niet te lang te blijven hangen. Ja, maar dat zijn experimenten. Maar ik merk toch wel dat ik altijd weer terugkom naar die impressionistische stijl. Dat ligt mij core business. Meeste, ja, dat ligt mij het meeste... Ja. Maar zo zit ik karakterologisch ook in elkaar, denk. Niet te stijf, niet te los, er net een beetje tussenin. En net tussenin. En daar past dit het beste bij. Ja. La 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 la